Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt wat meer bewolking boven Nederland, en die trekt eigenlijk van noord naar zuid over ons land. Uit die bewolking valt van tijd tot tijd ook wat motregen. Misschien een keer een vlok natte sneeuw. En dat dan met name in de westelijke helft van het land. In het oosten blijft het vooralsnog nog gewoon droog. In de ochtend klimt het kwik tot net boven nul. Vanmiddag loopt de temperatuur wat op, wordt het 5 of 6 graden. En dan heb je eigenlijk alleen in het oosten en noordoosten nog overwegend droog weer. En elders valt af en toe wat lichte neerslag. Er staat niet veel wind. Het is vrij rustig. En vanavond trekt die neerslagzone dan langzaam verder naar het zuiden weg. In Zeeland kan nog wat motregen voorkomen. Elders wordt het Steeds vaker droog en van het noordoosten uit begint het voorzichtig wat op te klaren. Morgen op steeds meer plaatsen de zon, meest in het noordoosten en oosten. Het wordt 6 of 7 graden. De wind wordt ook noordoostelijk, eh, matig, kracht 3 tot 4. En daardoor voelt die 6 graden al wat minder warm aan. En de dagen daarna hebben we steeds die oost- tot noordoostenwind. 4 of 5 graden op de thermometers, licht winters allemaal. Het is een beetje een schrale wind, we gaan hem echt wel merken. En de temperaturen in de nacht liggen op min 4 of min 5 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl